Vandaag in Gitaarmannen de podcast Marcel Singhoor, gitarist bij onder andere Kajak en Arjen. En als je vroeger net zoals ik vaak naar Westpop keek op TV West, dan zegt de band Maxville je misschien nog wel wat. Marcel heeft zijn onafscheidelijke Roberts gitaar bij zich en uiteraard mag de pedalboard cam niet ontbreken, dus dat doet hij niet. Alle vaste elementen staan verder natuurlijk ook op hun plek. Gitaar van de maand met de Fellowship of Acoustics, toffe giveaway met de vrienden van snarenshop.nl. En wil je kans maken op een jaarabonnement op de gitarist? Stuur dan nu een mail naar info@gitaarmannen.nl. Dat deed ook Nick van Engelen. Nick, van harte gefeliciteerd met je jaarabonnement op de gitarist. Veel plezier met deze aflevering met Marcel Singhoor. Hey Marcel, wat vind jij nou het allermooiste aan gitaarspelen? Het allermooiste aan gitaarspelen? Dat lijkt een voor de hand liggende vraag, maar daar heb ik echt nog nooit letterlijk over nagedacht. Nee, ik ook niet eigenlijk. Het allermooiste aan gitaarspelen? Misschien dat het neerkomt op een bepaald soort vrijheid. Tenminste, dat is wel waar ik me op richt. Is om de vrijheid te hebben om in het moment te kunnen spelen wat ik wil. En het is altijd het gevoel om dat te doen. Elke keer voordat je een gitaar oppikt, heb ik dan... Ik denk dat is in ieder geval de drijfveer. Dat is altijd dat. Als dat lukt? Als dat lukt. Dat je daar altijd verder in kan gaan. Dus dat, lukt het ook altijd? van de 6 dagen. Ik denk dat ik zo'n van de 7 dagen speel ik er minimaal 6 al. Maar ik denk zolang als ik gitaar speel. En ik denk dat het de helft van die dagen wel. Dat ik wel. Dat gevoel krijg tegen de tijd dat ik weer klaar ben. En toen jij vroeger voor het eerst de gitaar ontdekte, wanneer was dat eigenlijk? Ontdekte, ja. Het was meer muziek in het algemeen. Het was, ging bij mij een soort knop om toen ik voor het eerst You Better You Bet van The Who hoorde. Achteraf gezien was ik daarvoor al meer dan gemiddeld bewust van muziek, want ik neuriede solo's achter in de auto van de dingen op de radio. Ik had een bepaald instinct voor. Maar een van de dingen ging daar, ik zag het op tv. En het is sowieso een exciting band om te zien. Uh-huh. Weet je wel, ook al was het na Keith Moon, maar Pete Townsend. Het is een heel poppy liedje, maar er gaat nog steeds gevaarlijke energie vanuit. Er zit weinig echt gitaargeweld in. Ja, maar toch, als je het hem ziet doen. Ja. En met die muur van versterkers en het grote drumstel. En Roger Daltrey's microfoon met tape. En gewoon de agressie die er ook daar al is. Het is een soort, die band heeft zo'n... Ja, dat is het specifiek soort energie. Waardoor je meestal een levenslange fan wordt. Maar daar begon het. Ik denk dat begon. En het is niet alleen dat. Het is vrij poppy, maar het is ook een soort van agressief. Maar het harmonisch vond ik het heel interessant. Want er zitten in de pre-chorus en de brug zitten echt super sophisticated, moeilijke akkoorden. Ja, ja, ja. voor iets in die context. Voor een popliedje. Ja, absoluut. En het is dus gelijk daar is een soort van blueprint van alles, van veel dingen die ik nog steeds om dezelfde reden goed vind. Waar ik nog steeds naar zoek. Het is een bepaald soort hoek, een bepaald soort energie, een bepaald soort harmonisch, sophisticated iets. Maar niet gezocht. En karakter, dat zit daar allemaal in. Maar ik denk dat ik het meeste aangetrokken was tot hoe dat drumstel eruit zag. Dus dat probeerde daarna na te bouwen met karton. Kartonnen dozen. En op een gegeven moment was het zoiets van... Oké, ik denk dat niemand het in huis leuk vindt als ik daadwerkelijk een drumstel neerzet. Dus dan vraag ik gewoon een gitaar. Ja. Dus het is meer van dat. En daarna ging er een gitaarknop om en deed ik niks anders dan gitaarspelen. Maar hoe zag dat eruit vroeger bij jullie thuis? Was het gezin Singhoor heel erg muzikaal? Speelde een grote rol? Nee, ik niet echt. Mijn ouders hadden wel een kleine platencollectie, maar over het algemeen wel smaakvol. Weet je, dat was Revolver van de Beatles, Deja Vu lag daar en wat goede klassieke dingen. Niet veel, maar het was wel allemaal goed. En mijn zus die had alleen maar goede dingen. Die had Police, Sushi and the Banshees, Earth, Wind & Fire. Dat is een leuke combinatie van dingen.
The Cure. Mijn moeder speelt wel piano, maar heel, ja, gewoon als hobby. Maar haar moeder, dus mijn oma, die was niet overdreven veel met muziek bezig. Maar op een gegeven moment hoorde ik dat ze wel degene was die het kerkkoor leidde. Dus daar zit dus iets. Ja, dat is dan wel zo'n... Maar dat is de enige. Ja, missing link, dat je denkt, ah. Verrek, ja. Dat moet het zijn. Want dat, ja. Dat kun je niet zomaar. Dus, er zit ergens toch een soort van genetisch ding wat wordt overgedragen. Ja. En toen kreeg je die eerste gitaar. Ja. Want waar woonden jullie toen in die tijd? Enkhuizen. Ik ben geboren op Terschelling. Hey. Ja. Maar ik werd 3 in Enkhuizen. Kijk. En daar heb ik 10 jaar gewoond. En in Enkhuizen... ik kreeg een akoestische gitaar. Ik heb een leraar gehad die me gewoon de basic akkoorden uitlegde. Ja. En daarna ben ik na een jaar overgegaan naar een andere leraar die... voor mijn neus Crosstown Traffic uitzocht. En dat was ook een soort eye-opener. Want het was van, oké, hij weet het nu nog niet. Hij zoekt steeds hetzelfde stukje vinyl op. Eerste 2 noten. Oh, de derde. Enzovoort. En na een paar minuten kon hij dat spelen. Dus het ging echt zo'n lichtje aan van... als je maar lang genoeg... Het kan moeilijk zijn, maar als je het maar lang genoeg doet... dan kom je overal achter. That's it. Dat is een soort van feit in mijn hoofd geplant. Dus ik stelde toen zelf voor al gelijk... oh, dan zoek ik wel Hotel California uit. De solo. Ja, de solo. Ja. Dus dat ging heel snel. Dus ik heb wel wat les gehad in die zin. Maar het meeste, ja, daarna heb ik gewoon wel zelf gedaan. Maar dat triggerde eigenlijk bij jou een soort van... Oh. Absoluut. Het was echt een knop van... aha. Je kan het gewoon zelf uit. Ik weet het nu niet. En het lijkt misschien wel mogelijk. Maar als je het maar in heel kleine stukjes doet... al is het 1 noot... En al duurt het 25 keer om die ene noot te vinden. Uiteindelijk kom je erachter. Noot voor noot. Exact, ja. Dus het is dat was een feit in mijn hoofd. Niet iets ongrijpbaars. Is dat nog steeds iets wat je toch een soort jezelf voorhoudt? Als je met iets bezig bent? Of? Ja, ik heb nog steeds wel iets... Als ik iets hoor... Ik zoek zelden letterlijk dingen uit. Tenzij ik dat moet doen. Maar als er iets voorbij komt waarvan ik denk... wow, wat is dit? En dit weet ik niet. Dan ga ik dat wel doen. En dan, maar daarna stop ik ook. En dan doe ik er, als ik het al iets mee doe, dan doe ik er iets voor mezelf mee. Dus. Ja. Maar jij groeit dus op in Enkhuizen, leerde daar gitaar spelen. Op een gegeven moment komt natuurlijk het moment dat je graag in een bandje wil spelen. Hoe ging dat? Toen was ik nog niet bezig met bandjes. Want hoe heet het? Ben op mijn 13e verhuisd naar Zoetermeer. Oh ja. Dus die bandjes die begonnen daar. Precies. Zeg maar. Ja. Ja. Nou, Zoetermeer ligt natuurlijk tegen de stinkende oksel van Den Haag aan. Absoluut. Dus wat dat betreft, dan heb je daar gebeurt wel wat toch in Zoetermeer ook? Qua muziek, de boerderij heb je daar. Ja, dat sowieso. Maar het verhaal is eigenlijk heel simpel. Ik, vanaf het moment dat ik in Zoetermeer woonde, was ik al dermate fanatiek. En redelijk ver voor iemand van 13. Ik heb toen meegedaan aan Nationale Gitaarkampioenschap. Dat kan ik nu als een wedstrijd. Maar het was gewoon door Stichting Popmuziek Nederland. En dat was gewoon een gitaartalentenjacht. That's it. En het bleek dat ik de enige onder de 18 was. De enige echt jongen. En ik heb dat samen met iemand gewonnen. De jury kwam er niet over... In één stemming, of nou echt die of echt die. Dus gedeelde hoofdprijs. Een heleboel. Ad van den Berg, Danny Lademacher enzovoort. Allemaal gasten die je later gewoon... Ja, absoluut. Ja, echt van alles. Dus, maar dat heeft toen best wel impact gemaakt natuurlijk. En toen kwam op de radio en ik was bij Canon Café en ik jamde daar en zo. Dus het was allemaal leuk. Wow. En ook wat mensen uit Zoetermeer hadden dat gehoord. Waaronder... Oscar Kraal, die ons de meeste van ons wel bekend. Helaas, ons ontvangen. Helaas, ja, heel helaas. Maar een vriend van hem, die zag mijn advertentie... die ik geplaatst had in een Metallica-hoes. Ik dacht, hoe kom je nou in plaats van een advertentie ophangen... in een buurtcentrum of bij de Albert Heijn...
Oké, okay, waar komen nou muzikanten? Oké, okay, ik ga naar de, ik doe het in de Free Records op. Dat is goed. Dus ja, briljant ingrepen. Ja. Dus een vriend van Oscar, die zag die. En die dacht, oh, we hebben een gitarist nodig. Dus binnen no time, dus Oscar en ik, die zijn samen begonnen in bandjes, zeg maar. Ja. Dus onze eerste paar bandjes, dat deden we samen. Ja. Wauw. Dus dat is een beetje het verhaal. Wel een goed verhaal. Band. Ja, het is een heel goed verhaal. Dat is een goed verhaal, ja. Dat heeft niets meer met 2024 te maken. Want ik zou niet weten hoe je nu een assistentie zou plaatsen. Nee. Echt, nee, geen idee. Dan moet je denk ik vliegtuigje huren en dat ergens boven je meer laten rondvliegen. Precies, ja. En dan, maar dan, ja, precies. Ja. Ik wil trouwens nog even terug naar die wedstrijd. Ja. Want ja, dan ben je 13 en dan win je die wedstrijd. Ik kan me voorstellen dat wel heel erg veel impact maakt. Ja. Zo van, oké, en nu? Ja, ja, want dan zeker. Gaat het gebeuren. Ja. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, er had een stuk meer kunnen gebeuren. Dat is een beetje het verhaal. Het ging... degene die mij heeft aangedragen daarvoor... was Roberts van Roberts Guitars in Hilversum. En die zat toen in Hoorn. En ik hing daar altijd al rond in die zaak. Want het was leuk. Jong gitaristje. En ik ging wel eens mee. Ging naar een beurs of met een stand op Pinkpop. Vet. Bijvoorbeeld. Wow. Dus ik meen naar Pinkpop en met een koffer en ik kreeg geld. Ja, ja. In ieder geval, hij had... Joh, je moet daar aan meedoen. That's it. Dus hij heeft dat gedaan. Vervolgens, na die wedstrijd, kwamen natuurlijk erg veel verzoeken binnen met... dat is interessant. Ook maar echt media en dingen en zo. Tuurlijk. Later bleek dat mijn ouders dat een beetje hebben tegengehouden. Want die dachten, oké, het is te druk, school, dit en dat. Mm-hmm. Dus dat is een dingetje geweest. Wie weet wat daar had kunnen gebeuren. Is dat echt wel een ding in de zin van, heb je ze dat kwalijk genomen? Later best wel behoorlijk, ja. Absoluut, ja. Zeker, ja. Weet niet of ik aan had kunnen... hoe het anders was gelopen, wat manier. Was het geen zelfbescherming? Dat je denkt, je bent zelf ook vader? Het zal goed bedoeld zijn, maar het is... Je had zoiets van, jullie hebben me tegengehouden. Of iets met Nou ja, precies. Ja. Ja. Ja, wellicht. En misschien niet, hoor. Nee. En misschien is het allemaal precies goed hoe het is gegaan. Ja. Maar met het idee van, dan heeft impact. Dat had dus wat meer impact kunnen maken. Ja. Dus dat, dat is een beetje... Wauw. Ja, dat is wel... Maar het had op mij wel de impact. En dat ik in ieder geval wist dat hetgeen is wat ik met mijn leven wilde doen. Dat was gewoon... 100% duidelijk, al voordat ik daar mee deed, overigens. Het was voor mij altijd helder. Oké, muziek. Dit is de route. Ja. Er is geen andere, er is geen plan B. Er is absoluut geen plan B. Nee. Nog steeds niet. Nee. Marcel Singhoor had het net over het winnen van een gitaarwedstrijd op jonge leeftijd. En nu wil het toeval dat ik samen met Bax Music op zoek ben gegaan naar het jongste aanstormende gitaartalent van Nederland. Het is wel tof om te zien, hoor. De gitaar leeft echt ontzettend onder de jeugd. Dat zag je alleen al aan de hoeveelheid aanmeldingen die er binnenkwamen. Nou ja, uiteindelijk verzamelden ze allemaal in een studio in Rotterdam. Laten we eens even kijken naar wie er allemaal meededen. En dan zometeen ga ik de winnaar verrassen met een belletje. Talent. Dat is toch kicken? Oké, ik heb hier het nummer van de winnaar. Hij weet nog van niks. Ik ga hem bellen. Oké, let's go. Spannend moment dit. Gaat hij opnemen? Hij gaat over. Goedemorgen met Steve. Hey Steve, goedemorgen met Ed Struilaert van de Bax We Support Your Stage wedstrijd. En natuurlijk Gitaarmannen de podcast. Hallo, hallo. Hoe is het met je? Ja, het is vroeg dus. Het is vroeg, inderdaad. Ja. Even over die Bax We Support Your Stage wedstrijd. Hoe vond je dat om daar aan mee te doen, Steve? Ja, ik vond het echt een beetje vet. Ja, hè? Nou, want het talent deed er allemaal mee, hè? Ja, inderdaad. Er waren veel goede gitaarspelers. Hè. Steve, ik wil je eigenlijk niet langer in spanning houden. Ik doe een klein roffeltje. Steve, jij hebt gewonnen! Serieus? Ja, man. Nee, het is te vet, zeg. Dat dacht ik. Maar wat kan je nou eigenlijk winnen?
Nou, Steve, onder andere dat je hier bij mij nu in de podcast bent. Duizenden gitaristen in Nederland die weten nu dat jij er aankomt. Jouw voornaam is Steve. Jouw achternaam, even voor de mensen thuis. Remref. Als je dacht dat Struilaert een moeilijke achternaam was. Nou, dan heb je met Remref heb je ook nog wel een uitdaging natuurlijk te pakken. Maar het past op de een of andere manier wel bij jouw gitaarspel. Want ja, dat is zo snel. Er zit bijna geen rem op, Steve. Nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Hey, even voor de mensen die jou niet kennen. Wie zijn jouw grote idolen, jouw helden? Nou, als mijn idolen zijn toch wel Steve Vai, Joe Satriani, Paul Gilbert. Dus eigenlijk de redelijke snelle jongens. De snelle jongens, inderdaad. Hey, en even de plannen voor de komende jaren. Stel, over 10 jaar, dan doe ik nog steeds die podcast. Dan bel ik jou of dan ben je te gast hier. En wat heb je dan allemaal al gedaan? Ik hoop dat ik dan toch wel internationaal ben gegaan. En dat ik toch wel enigszins naamsbekendheid heb in de wereld. Kijk, en hoe ben je van plan dat te gaan bereiken? Heel veel gitaar spelen. Alle kansen pakken die je maar kan pakken. En als vervolgstudie natuurlijk naar het conservatorium in Rotterdam gaan. Kijk, je wil naar Rotterdam inderdaad. Heb je al toelating gedaan? Want je bent 15, hè? Even voor de mensen die niet weten hoe oud je bent. Geen Rotterdam, hè? Amsterdam. Amsterdam, kijk. Ja. Heb je daar al... ja, sorry, ik woon dichtbij bij Rotterdam, dus ja. Zo gaat dat dan. Heb je al toelating gedaan? Nee, want ik zit nu pas in HAVO 4 en je mag pas toelating doen in HAVO 5. Dus, ja. Dus jij ben je helemaal aan het voorbereiden? Ik ben aan het voorbereiden, ja. Nou, dus, dan weet ik één ding zeker. Dat jij Marcel Singhoor, die vandaag de hoofdgast is in Gitaarmannen de podcast, dat je die daar zeker gaat tegenkomen. En, dat denk ik wel, ja. Dat gaat een feestje worden, dat weet ik nu al. Dat denk ik wel, ja. Steve, waar kunnen de mensen jou vinden als mensen nu geïnteresseerd zijn geworden? Wat zijn de kanalen waar ze jou kunnen horen en zien spelen? Op TikTok heb ik een kanaal, Steve Remref. En op Instagram natuurlijk ook, Steve Remref. Kijk, te gek. Ik zorg dat het allemaal nu boven in beeld komt te staan. En je vindt de linkjes terug in de show notes van deze podcast. Steve, mag ik jou ontzettend bedanken. En nogmaals, van harte gefeliciteerd met het winnen van de Bucks We Support Your Stage wedstrijd. Nou, bedankt. Jij speelt bij zoveel verschillende dingen. Je doet ook bijvoorbeeld met Arjen van Arjen Lucas. Ja. Speel je alle solo's en alle gitaarpartijen in? Nou, dat is per project verschillend. Want Arjen wilde zijn... het ding waar ik mij meedeed, dat was dus de integrale live uitvoering van Electric Castle. En, dus, ja. En dat hebben we toen in 2019 gedaan. Dat is zijn meest classic rock... achtige, weet je wel, licht proggy en of flink prog en meer classic rock. In plaats van, dus specifiek ben ik daarvoor om die reden uitgenodigd. Oh. Om daar de lead dingen van te doen. Andere albums die zijn veel meer metal. Dus daar vraagt die andere mensen voor. Echt de metal gasten. Precies, voor, dus dat in dat geval, weet je wel, dat is meer voor Marcel Koenen en Timo Somers. En, ja. Maar dit is veel meer oldschool classic rock eigenlijk. Progressieve rockmuziek. Is dat ook hoe je jezelf zou omschrijven als je op een verjaardag komt? En nee, mensen vragen, helemaal niet. Wat voor gitarist ben jij eigenlijk? Nee, ja, wel puur als gitaarspel. Maar dat zie je... het is voor mij altijd... ik heb altijd heel duidelijk twee kanten gehad. Aan de ene kant absoluut Hendrix, Gary Moore... En daarna gewoon, weet je wel, de hele jaren 80 was het van mij aan de ene kant heavy rock en Iron Maiden en Judas Priest. En daarna juist veel meer Van Halen, Fai, Satriani, al die dingen. En aan de andere kant is altijd totaal pop met een hoofdletter geweest. Weet je wel, toen Purple Rain uitkwam van Prince ben ik 3 keer naar die film gegaan. Ja, naar de bioscoop. Dus, echt naar de bioscoop. Ja, precies. En, dus dat is de andere kant. Ja. Dus voor mij is het altijd, ik speel hoe ik speel, zeg maar. Mm-hmm. Maar mijn gitaarwerk is qua leadwerk, is van als je het kijkt hoe het klinkt bij die Arjen shows of op mijn soloplaten, die waarvan ik er 2 heb gemaakt samen met Bas Bron van de Jeugd van Tegenwoordig. Het gitaarwerk is inwisselbaar, maar de context is dag en nacht verschil. Ja. Dus dat is...
Ja, want dat had ik ook inderdaad gezien, dat jouw soloplaten, dat je die samen met Bas Bron hebt gemaakt. Ja, absoluut. Ja. Want zat jij ook in die band Bastion? Nee. Nee, dat is super gaaf. Ja, dat was te gek. Ongelooflijk ondergewaardeerde band. Ja, hele goede videoclip ook. Daar we... Ja, met die voorstel allemaal in beeld. Ja. Zoek het maar op YouTube. Ja, precies. Ik vind het wel. Bastion. Maar dat, is daar is een linkje boven beeld. Maar daar is... dat was nog vrij elektronisch. Maar de laatste twee albums die ze hebben gemaakt zijn... het is gewoon een hele dikke, harde gitaar funk rock. Dus dat is gewoon... Je hoort nog steeds een handtekening achter. En toetsen solo's en zo. Maar voor de mensen die niet weten wie Bas Bron is, hij is de muzikale brein achter de jeugd van tegenwoordig, onder andere. Ja, precies. Heb je daar dan wel eens gitaren voor ingespeeld? Ja, dingetjes hier en daar. Ja, absoluut. Op de laatste album heb ik 3 songs ingespeeld qua gitaarsolo's. Er zijn er 2 van, die liggen nog op de plank. Die komen, ze hadden te veel songs. Ja. En 1 staat er wel op. Wat is het nou? Iets met, we kunnen nooit meer terug. Maar dat is eigenlijk zit dan niet. Nee. Dus daar is een solo van mij. En er staat... en ik heb dingen gedaan voor... Hoe heet het? Donnie. Er staat... wat is Manologie. Die eindsolo ervan, dat ben ik. Kijk. Bijvoorbeeld. En ze zijn er hier en daar... Ja, kleine... Dat is wat van die exotische, toffe popdingen eigenlijk. Ja, ja, absoluut. Maar dat is het hele... de overeenkomst. We delen zeker harmonisch gezien een heel specifieke smaak. Qua voicings, qua wanneer bepaalde dingen nog net kunnen en wanneer net niet. Het is gewoon heel interessant. Daar vinden jullie elkaar. Ja, absoluut. Ja. Ik ben ook wel benieuwd, wat zijn nou gitaristen van nu waar jij bijvoorbeeld heel erg... Van nu? Aanslaat. Ja. Wat bedoel je precies van nu? Met echt nieuwe, echt mensen die van de laatste 10 jaar. Laatste 10 jaar. Oeh. 10, 20 jaar, weet ik het. Iets wat gewoon een soort van constante is geweest na Van Halen, na... Ja. Waar ik naar luister of die bekend zijn geworden in de laatste 10 jaar. Die inspireren of die... Ja. Ik ben een beetje op zoek naar... Nou ja, wat de kijker, de luisteraar van deze podcast op een bepaald spoor kan zetten. Weet je, van, oh, dat moet je eens checken, weet je wel. Dat is te gek. Of de stijl, de speelstijl van bijvoorbeeld een Richie Kotzen of zo. Weet je wel, zoiets. Richie Kotzen, ja. Monster gitarist en totaal muzikant. En als er één iemand is van wiens carrière ik zou willen hebben, dan is hij het wel. Ja, ja, ja. Dus, weet je wel, dat is iemand die heeft een absoluut... Een totaal eigen publiek. Hij kan doen wat hij wil. Hij, hij verdient er inmiddels heel goed mee. En heeft daarnaast nog een succesvolle band. Ik bedoel, dat is, die positie is tof. Ja. En hij zingt en hij speelt. En hij kan in zijn eentje de studio in. En eruit komen met een heel album. That's it. Ja. Dus dat bewonder ik heel erg. Het punt is, ik speel inmiddels heel lang gitaar. Dus ik speel 41 jaar gitaar. Dus... Er zijn specifieke helden die eigenlijk altijd bij me zijn gebleven. En op een gegeven moment... Ik speel al 6 van de 7 dagen gitaar. Mm-hmm. Dus in een groot gedeelte van mijn gitaarbehoefte is daar wel mee bevredigd. Precies, zeg maar. Ja. Dus ik zet niet snel gitaar-georiënteerde dingen op, eerlijk gezegd. Als ik waar ik echt naar luister. En het is... Nou, laat ik het anders zeggen. Jij geeft ook les op het conservatorium. Ja. In Amsterdam. Wat geef je ze mee? Of wat qua weet je wel, inspiratie van check dit is? Of oh ja, grijp je dan terug naar je eigen handen? Ik zit nog steeds een beetje aan het begin van de hoe ik dacht dat je de vraag bedoelde. Namelijk gitaristen van de laatste 10 jaar. En dan zit ik even op slot. Ja, ik luister natuurlijk heel veel dingen. Maar ik vind zoveel dingen goed. Dus het is, als ik met een pistool op mijn hoofd 1 iemand zou moeten noemen, dan is Jeff Beck. Punt. Jeff Beck. Ja. Weet je wel, gewoon alles zijn. Als het gaat om karakter en alles. En gewoon, ja, daar kun je... Expressie, daar kom je niet... Dat dezelfde... Waarschijnlijk geen heel erg grote verrassingen wat dat betreft. Ik luister naar dezelfde dingen. Alleen, ik ben zelf heel erg gericht op de dingen die mij... uniek of in ieder geval fris maken. Om telkens als ik...
op iets stuit waarvan ik denk, oké, dit doet niet iedereen. Dan probeer ik dat te pakken en te ontwikkelen. Dus ik probeer... Ik ben geëntertaind door een groot gebrek aan clichés. Dat is voor mij het belangrijkste. Ja. De stijl is bekend. De sound is niet raar. Ik speel gewoon hoe ik speel. En de referenties zijn soms ook wel duidelijk. Ja. Maar ik probeer qua alles altijd een eigen handtekening te vinden. En qua notenkeuze, qua... Ja, alles. Heb je een bepaald... Want je hebt die gitaar toch op schoot. Ja, zeker. Zijn er dingen waarvan je kan laten horen van... Nou, dit is typisch Marcel. Of... Okay. Ja, dat is natuurlijk ook weer... Zet je echt op de spot ermee. Pas wel eens bij. Ja, maar, ja. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Er zijn ritmische dingen die ik bijvoorbeeld... ik hou... Stel je voor, je doet zoiets als dit. Whatever. Nou, dat zit waarschijnlijk op 5 miljoen triljard albums. Mijn versie zou dit zijn. Zo. Zie je, het verschuift. Je hoort de interval niet aankomen. Het klinkt elastisch. Het klinkt bijna cartoonachtig. Er gebeurt van alles. Dat is misschien wel het beste als ik jou zou horen spelen. Elastisch. Dat is wel een soort van... Ja, precies. Het vloeit allemaal heel erg. Weet ja, je wel? Dat is goed om te horen. Dank je wel. Ja, dus... ja, en dat is waarom ik zo'n... absoluut. Het bende daarvan is gewoon... Weet je wel. Ja, het is... Ja. Het af en toe is het gewoon niet gecompliceerder dan probeer het klinken als een slide. Dus het is gewoon... Maar ik wil ook niet te veel klinken als Jeff Beck natuurlijk. Nee, alleen ik speel nu met mijn vingers, dus dan krijg je dat vanzelf. Maar... Dus gewoon door notenkeuze, ik bedoel, daarover praten klinkt heel berekenend, maar het is veel, veel intuïtiever. Ja. Ik probeer eigenlijk gewoon mezelf niet te vervelen, daar komt het op neer. Deze stijl al gelijk erin, van de jongs af aan? Dat je, of heb, is het echt iets wat je hebt moeten... Ik weet het niet precies. Het is gewoon heel... Ik ben gewoon altijd, nou ja, gewoon in het algemeen altijd heel... geraakt überhaupt door muziek, door melodie, harmonie en de performance die iemand heeft. En aan de andere kant ook heel erg onder indruk geweest van het kunnen van mensen. Weet je wel? Dus toen ik de eerste keer, ik had in de collectie van mijn tweede docent of leraar, ik was heel jong, maar ik luisterde naar Discipline van King Crimson. Ship Arriving Too Late, Save a Drowning Witch van Frank Zappa. En is de Ellie Meola liveplaat. Dus dan is... Ik was 11 en al die dingen. Dan, ja, keep it coming, weet je wel. Yeah. Goed, gooit er maar in. Gooit er maar in. En daarnaast The Who, Hendrix, Santana, al die dingen. Dus dat is... En Genesis Live, die eerste plaat. Dus rare maatsoorten. En al die, voor mij was het allemaal... Niks was vreemd of zoiets. Nee. Ik vond het alleen maar heel erg interessant. Maar dus vanaf het punt dat ik, van het moment dat ik gitaar speelde, was het van, oké, als je iemand een barré-akkoord zag pakken, dan was wow, die kan... En het klinkt goed en alle snaren klinken door. Ja. Dat is doel 1. Oké, ik leer barré-akkoorden spelen. Nu kan ik overal op de hals spelen. Dus dat is het in heel duidelijk stukjes. Daarna is het van, oké, een hammer-on en een pull-off. Ja. Nou, met meer vingers. Nou, op de hele hals. Weet je wel, dus het ging altijd hand in hand met muzikaal interessante ideeën, maar ook gewoon jobs. De basis. Toen ik bedoel, zoiets als Ellie Meola, als je dat voor de eerste keer hoort, dan denk je, dat kan helemaal niet.
Er is helemaal niemand die zou. Je kunt niet fysiek zoveel noten spelen in zo'n korte tijd. Dus dat is altijd een fascinatie geweest. Dus, maar het is altijd. Het is, dat vind ik altijd een beetje vermoeiend aan die discussies. Ja, ik speel niet zoveel noten, want ik heb wel meer van gevoel. En less is more. En dat is het niet, weet je wel. Het is. De solo van Cinnamon Girl van Neil Young is één noot. Die is perfect. Zou er niet meer bij moeten. We hebben het over één noot. Black Star van Yngwie Malmsteen zegt net zoveel. Dat zijn meer noten. Weet je, er is absoluut geen... Het is geen wedstrijd, hè? Ik zeg het al tegen mijn kinderen. Is geen wedstrijd. Maar dat betekent ook dat soms... Ja, veel noten kan ook leuk zijn. Ja, tuurlijk, je loopt ook niet altijd langzaam. Weet je? Nee. Soms wil je gewoon in een Ferrari zitten. Het is maar net wat je raakt. Exact, wat je raakt. En soms, ik weet niet. Ik wil altijd, ik denk dat het ook wel een beetje omschrijft. Ik mijn eigen spel. Ik wil gewoon eigenlijk altijd alles tegelijk. Maar het moet ook niet te veel zijn. Een soort balanceren tussen te veel en te weinig. Ja, het is... Dat het voor jezelf interessant blijft. Ik wil gewoon, ik moet gewoon zelf geëntertained blijven. Hmm. En dat is, denk ik, waar het op neerkomt. Laten we het eens even gaan hebben over die mooie gitaar die je op schoot hebt. De favoriete gitaar van. Dit onderdeel wordt mede mogelijk gemaakt door de Fellowship of Acoustics. En als je daar iets koopt, vergeet dan niet de code Gitaarmannen te gebruiken. Want dat levert je gewoon 5% korting op alles. En ik kreeg zoals altijd een mooie mail van Jurgen van de Fellowship. De favoriete gitaar van Marcel. Ja, dat is natuurlijk nooit een geheim geweest. Slash heeft zijn Les Pauls. John Petrucci zijn Music Man's. En Marcel Singhoor heeft zijn Roberts gitaar. Samen met de Amps van Leni moet zijn motto wel zijn. Never change a winning team. En als er dan toch een wissel zou moeten plaatsvinden. Dan lijkt het me heel vet om de Wild Customs Baroness in Marcel's handen te zien. Een gitaar die perfect past bij een gitarist met authority. Laten we eerlijk zijn. Spelen bij Kayak, Arion en Fish. Daar zal menig gitarist jaloers op zijn. Authority is trouwens ook de lekkerste track van zijn plaat Future Proof. Die bij mij nu al dagenlang op repeat staat. Vorig jaar was de Baroness Black Pinstripe te zien op de NAMM Show in Anaheim. En nu staat hij bij ons in Dedemsvaart. Dit is een boutique gitaar met een sterk rock'n'roll standje. De cutaways doen me erg denken aan Paul Gilbert. Maar ik weet zeker dat dit Marcel ook goed zou staan. Knipoog. Daar is een knipoogje weer van Jurgen. Het unieke pinstripe motief op de top maakt hem dan weer de definitie van custom. En geladen met twee Seymour Duncan Pearly Gates humbuckers heb je genoeg punch en rauwe attitude tot je beschikking. Ja, laten we eens even gaan kijken en luisteren. Ik heb hier Lijf de Leeuw en die speelt een stukje op die gitaar. Hier. Het eerste wat ik denk is mooie gitaar, ja, absoluut. En het tweede wat ik denk is, Lijf de Leeuw klinkt overal goed op. Ja, dat is ook echt een motherfucker. Dus ik zou hem heel graag, om er echt iets zinnigs over te kunnen zeggen, zou ik hem in mijn eigen handen moeten hebben. Maar ik vind het sowieso al, alles wijst erop dat het een hele mooie gitaar is. Ja, absoluut. Plus het is, dat iedereen die een gitaar maakt of probeert te ontwerpen, weet hoe moeilijk het is om iets te komen... Wat nog een soort van nieuw is natuurlijk. Ja, is dus, bijna niet te doen toch? Nee. Echt vernieuwend. En dat het niet er gemaakt uitziet of zo. Maar dit,
Ja. Het ziet eruit als een heel mooi ding. Mooi stukje vakwerk. Ja, absoluut. Vergeet niet, als je denkt die gitaar interessant, gebruik de code gitaarmannen, 5% korting. Hey. En op dit soort bedragen is dat gewoon best wel veel. Marcel, jouw gitaar. Ja, dit is, ik zag jou voor het eerst ooit op tv op Westpop. Oh, dat is lang geleden. TV West? Ja. Dan zag ik jou met Maxfield, dat was jouw band. Precies. En toen had je volgens mij deze gitaar. Ja, absoluut. Ja, hij was één tint donkerder, zoals de zijkant. Want ik heb hem een keer vreselijk laten... Hij is een keer vreselijk gevallen door, door een slechte gitaarzak. Lang verhaal. Oh nee. Maar, dus die is gefixt. En daarna zei ik, oké, maar kun je hem dan opnieuw schilderen met die tint die in de kop zit? Dus dat is het nu. Ja, ik speelde... Ik ben opgegroeid in de jaren 80 natuurlijk. En als je iets... Een soort van neigde naar... Oké, misschien worden die binnenkort wel succesvol... of je had iets te maken in de gitaarwereld... dan kreeg je gewoon gitaren. That's it. In de jaren 80 waren endorsements... waren nog niet eens endorsements. Je hoefde niet eens iets te endorsen. Van, hier, probeer deze maar. Dat was gewoon het ding. Ja. En dat was het gewoon. Dus ik heb in die zin nooit een gitaar gekocht. Jij had nooit een gitaar gekocht? Nee, ik had toen ik 13 was een mooie gitaar gewonnen. Een Roberts. En dat was eigenlijk een mooie geairbrushed Strat-achtig model. En daarna kreeg ik een gitaar van Hamer. Omdat ik rondhing op de beurs en die kwamen naar me toe. Hetzelfde daarna met Valley Arts. En daar speelde ik nog steeds op. Want al die tijd heb ik contact gehad met Roberts. En die zei, ik ga een gitaar voor je maken. Want het is voor de mensen die het niet weten, het is een Nederlandse gitaar. Het is een Nederlandse gitaar, ja. Hij had vroeger zijn winkel en zijn atelier in Hoorn. Daarna in Hollandse Rading en daarna in Hilversum. En hoe heet het? Hij zei, ik ga een gitaar voor je maken. Ik had zoiets, dat is leuk. Ik speel ergens op, maar be my guest. Ja. Hij ging het toch echt doen. En ik heb hem gezien vanaf, homp hout... of stukken hout, tot wat het uiteindelijk werd. En ik ging er niet onmiddellijk gelijk op over. Ik pakte hem steeds en steeds vaker. En op een gegeven moment speelde ik alleen maar hierop. That's it. Want dat is een, even voor de mensen die luisteren. kan je hem eens beschrijven en wat voor body is het? Zo zien we hem inderdaad. Een groot gedeelte hiervan is, en dat komt volgens mij, ik heb geen idee of het op andere gitaren is, het komt meer op violen, bij violen voor. Het is viegen. Dat heb ik me laten vertellen. Viegen. Wie kent het niet? Wie kent het niet? Het is alleen heel zacht hout. Dus het is... De buckleware is real. De buckleware door, door jassen heen zie je er ook op. Dus het valt nog mee voor een gitaar van 1996. Dus dan is die nog steeds... en het is gewoon iets aan de klank is... Het kan stratachtig zijn. Weet je wel. Maar ook... het zit ook voorduidelijk een humbucker in. Weet je. En hij is gewoon heel gedetailleerd. Het is heel... En belletjes. Er zit een soort, een bepaald soort hoog op. Weet je. Je hebt ook wel de strat tussenstandjes. Die kan ja, je wel, absoluut. Dus dat... Ja,
het zit, alles zit er gewoon op. Ja. En 24 frets. En, valt me trouwens op als ik jou zie spelen dat jij je plectrum tussen je middelvinger en je duim hebt. Dat is op een gegeven moment. Ja, dat is een heel oppervlakkige reden eigenlijk. Die ik zag toen ik klein was een foto van mezelf. En ik stond zo met mijn gitaar in de tuin. Zo. En ik vond het saai uitzien dat ik hem zo uit... That's it. Dus toen ben ik hem zo gaan vast. Maar heeft het ik dacht, het Steve Morris doet dat ook en Eddie van Heden doet dat ook. Nou, dan hou ik hem zo vast. Oh, en binnen no time was dat niet de reden meer. Want de mijn klank is... de aanslag klinkt veel vloeiender. Door de andere angle, zeg maar. Dus het is heel... het is minder machinegeweerachtig. Het is echt, in plaats van... Is het meer... Ik kan zo gearticuleerd zijn als ik wil. Dus dat werkt prima. Ja, je gaat er echt schuin, ga je erop? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Dus heel interessant. Is, maar gebruik je dan die wijsvinger ook nog wel eens ergens voor? Dat je... Ja, af en toe doe ik het wel degelijk zo. Als het echt heel... weet je, dat is als... Ja. Dus ja, het ligt eraan wat voor klank. Af en toe moet je een bepaald soort... ander soort articulatie hebben, zeg maar. Maar het is meestal dit, ja. Op mijn vingers. En heb je met deze gitaar af en toe ook wel eens dat je denkt van... Ja, het zit er vandaag niet in. Of het levert die altijd? Absoluut, ja. Ja, nou, soms... hij gaat ook behoorlijk met het weer mee, zeg maar. Oh ja. Als het gaat om hoe de hals staat. Zo zacht hout is. Ik denk dat de enige verklaring kan zijn. Ja. Misschien dat mensen die nu kijken en die heel veel verstand hebben van gitaar en hout. Want het is niet mijn specialiteit. Nee. Reageer even in de comments of dat de reden is. Ik vind het wel interessant. Vermoedelijk wel, ja. Dus ik wacht gewoon tot hij zichzelf weer... ik speel er een beetje doorheen. Vroeger was ik altijd, oh help, hij staat nu te veel zo. En dan ging ik gelijk overal draaien. Ja. En nu is het meer van, oké, komt vanzelf weer. Net als met een oud huis, mensen. Hè? Ja, precies. De deur klemt en dan is het denk ik weer zomer en dan gaat het weer goed. Of winter. Dat is whatever. Exact wat het is, ja. Ja. Maar hij heeft gewoon sustain en toon. En hij klinkt, for better or worse ook, niet als een andere gitaar. That's it. En het voornaamste reden ook waarom ik... over het algemeen hierop speel, of eigenlijk altijd hierop speel, is hoe meer vergroeid je bent met een instrument, hoe beter je kunt uitdrukken. Ja. Zeker qua pitch, qua intonatie, qua al dat soort dingen. Maar heb je dan nooit zoiets van, ik wil ook een Les Paul? Tuurlijk. Maar op dat moment wil ik een nieuw album opnemen, heb ik eigenlijk een nieuwe zangmicrofoon nodig. Dus het is een praktische reden ook. Precies. En als je dan live speelt, heb je dan altijd maar één gitaar bij? Of hoe? Nee. Ik heb een Telecaster als backup. Hm. Maar ik, over het algemeen breek ik geen snaar. Dus dat, wat voor snaren heb je erop zitten? 010. Ernie Ball. Regular Slinky. Regular Slinky, ja. De gele. Ja. Ja, precies. En de gele. Ja, de gele dunlopjes. 073. Ja, precies. Ja. Waar ik heel snel doorheen ga, want het is, ik wil ook wel dat ze echt precies... Oh ja, dat ze precies die goede... Na minder dan een week, dan zijn ze voor mij eigenlijk wel next. Dus gewoon next in de prullenbak ermee. Dus, ja. Dat, ja, te gekke gitaar, man. Ja, dus dat is een beetje het punt. Hij klinkt gewoon... Het klinkt gewoon net anders. En het hele tremolo systeem, wat is dat? Het tremolo systeem was eerst floating, zeg maar. Mm-hmm. Als in, of tenminste, hij kon ook naar achteren, dat bedoel ik eigenlijk. Daar bleef altijd qua pitch een beetje een speling zitten. Elke keer als hij naar achter was geweest. Dus dat was ik echt zat op een gegeven moment. Mm, yeah. Toen hebben we hem vastgezet. Dus hij kan nu niet meer naar achter. Dat heeft nadelen, want hij kan niet meer naar achter. Exact. En ja. Ik als Jeff Beck fan en ook, weet je wel, Five, wat die allemaal deden mee. Dat is een nadeel, maar er is een enorm voordeel bijgekomen. Want alles wat ik niet met die tremolo arm meer kon doen, dat heb ik manieren gevonden om het op te vangen met mijn linkerhand. Bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, een van de belangrijke dingen, vibrato. Kijk, tremolo vibrato. Kijk, als dit 440 is, dan gaat die vibrato zo. Vingervibrato gaat alleen zo. Je kunt uitsluitend omhoog. Dus het heeft altijd een soort edgy quality, zeg maar. En als je
David Gilmour zijn vibrator hoort met een met zijn tremolo-arm, dan je kunt daar extremer in zijn, want het gaat nooit heel ver daarin, nooit heel ver daarin, maar alles bij elkaar wel dit. Dus het heeft een bepaald soort warme, prettige vibrato die wel heel extreem kan zijn. En wat ik soms doe is bijvoorbeeld als ik deze noot wil vibreren, dan pak ik hem een halve noot daarvoor, druk hem eerst op en sla hem daarna aan. Dus ik heb... Dan krijg je dat in plaats van... Wat subtiel heel... verschil. Het is een heel subtiel verschil, maar... Heel... Weet je wat, het is meer... Het is alleen, je moet snel opdrukken. En dat is weer een van de redenen waarom het... hoe vaker je op één instrument speelt, hoe gedetailleerder... Hoe beter je dit kennen. Ja, absoluut. Dus het is, dat is een van de dingen, bijvoorbeeld. Dus je leert steeds handiger zijn met bends, vibrato, whatever. Gek. Dus dat is een enorm voordeel. We gaan naar het volgende onderdeel. Want jij bent hier gekomen op jouw paddleboard. Op mijn paddleboard. Ja, je bent op je paddleboard vanuit Zoetermeer hier naartoe gereden. Ja. Let's Talk Gear. Ja. En ook deze keer hebben we weer een mooie giveaway actie van snarenshop.nl. Ik pak hem er even bij ondertussen. Dat is natuurlijk de webshop voor al je gitaaraccessoires. En vergeet niet, ook hier met de code Gitaarmannen ontvang je 5% korting op alles wat ze daar in die webshop hebben. En voordat ik vertel wat de nieuwe giveaway is, is het tijd om de winnaar bekend te maken van de vorige actie. De Dunlop DGT 101 Guitar String Change Kit. Huh, tromgeroffel. De winnaar is Mark Koelman uit Valkenswaard. Hij zei er zelf bij, dat is ergens in Brabant. Mark, van harte gefeliciteerd. En hij was vooral geïnteresseerd in de set omdat hij met de multitool wilde uitproberen of hij daar zijn vrouw mee kon afstellen. Dus nou, dan heb je bij deze gewonnen. Laat maar even weten, Mark, of dat gelukt is. Dat kan je doen door een briefkaart te sturen. Ed Struilaert, Krimpen aan de Lek. En dan komt het wel op zijn plek. Even kijken hoor. Ja, de giveaway van deze maand, dat is deze rakker. Kijk eens eventjes, de Dunlop Triggerfly. En ik mag er niet één, niet twee, nou ik heb er maar één. Ik mag er in totaal drie weggeven. Ja, dus dat is hartstikke mooi. Hoe maak je kans? Blijf kijken. Ik vertel je zo meteen alles. Maar eerst even kijken naar deze mooie nieuwe capo van Dunlop. De Triggerfly. Ja, dit is een mooi capootje hoor. Aantal belangrijke kenmerken. Ik zal hem even uit zijn verpakkingje halen. Ja, belangrijk is altijd met een capo. Hoe voelt hij? Even een aantal belangrijke kenmerken van de Dunlop Triggerfly op een rijtje. Er is een speciaal soort rubber ontwikkeld. Dat precies de druk van een baré-akkoord simuleert. En daarmee voorkom je stringbuzzing. En dat heb je natuurlijk bij sommige capo's wel. Die gaan dan net niet helemaal lekker erop. Ja, en dan krijg je stringbuzzing. Wil je niet. Heeft deze dus niet. Ja, en de capo is ook extra licht. Oh, wacht. Ja, ik had hem in mijn hand. Ik voelde niet eens dat ik hem in mijn hand had. Zo licht is die eigenlijk. En daardoor zit hij de balans van de gitaar niet in de weg. Dus het is niet zo dat je hem erop doet en dat je... Oh! Ergonomische greep. Waardoor hij goed in de hand ligt. Maar nog beter... Super lekker om je gitaarhals heen floept. En hij heeft een korte compressieveer, waardoor je hem heel makkelijk inknijpt. En dat zorgt ook weer voor de juiste intonatie wanneer aangeklemd. Hier, hoor maar. Zo. Nou, hoe maak je nou kans op deze Dunlop Triggerfly? Heel simpel, stuur een mail naar info@gitaarmannen.nl. Vertel me waarom jij deze Dunlop Triggerfly wil winnen. 3 stuks in totaal, dus zet hem op. En mocht je hem nou niet gewonnen hebben, niet getreurd. Bij snarenshop.nl is deze Dunlop Triggerfly natuurlijk gewoon te koop. Gebruik je de kortingscode Gitaarmannen, dan krijg je sowieso 5% korting. Doe er je voordeel mee. Ja, Marcel, jij hebt je paddleboard meegenomen. Ja, ik heb hem meegenomen. We hebben de paddleboard cam. Ik zet hem hier even op groot scherm. Dan kan ik ondertussen even meekijken. Kijk eens even. There it is. Hoppakee, wat een beauty. En jij vertelde net al van dat het per project verschilt wat je erop hebt liggen. Ja. Meer wat ik überhaupt aan heb gesloten met snoeren. Dus het meeste zit er wel op. Hoewel, er liggen nog allerlei dingen thuis. Wat is een beetje de basis voor jou, paddleboard? De basis is dit. Ik zet nu alles uit. Maar mijn basissound is dit. Okay. Dus niet clean, maar een klein randje. That's en dat randje komt dan uit de amp?
Dit is het randje amp. Ja, precies. Dus dit is puur... Het gaat even voor de volledigheid door een klein Blackstar ampje die hier altijd staat. Ja. Best een aardig ampje. Zeker. Buizendingetje. Dus dat is een beetje het ding. Dus dat is al een heel belangrijk punt van hoe mijn pedaalbord werkt. Ja. Want dit randje is een verschil van dag en nacht met als het een clean signaal zou zijn. Mijn pedalboard, om te beginnen, werkt niet als ik nu in een twin reverb zou zitten. Nee. Niks van hoe ik wil dat het klinkt is dan in verhouding of doet wat ik wil dat het doet. Dus dat is een heel begin... essentieel startpunt. Want veel mensen die doen wonderbaarlijke dingen met een totaal clean bassman. Maar daar heb je een heel andere volgorde, andere pedalen, andere configuratie voor nodig. En is dat bij jou gewoon als het ware ontstaan? Deze manier van configureren van je pedalboard? Ik denk dat het puur kwam doordat ik altijd al zo heb gespeeld. Mijn allereerste versterkertje was ook zo. Het was van, die had maar een klein randje, dus meer gain. Dus dan in ieder geval de gain die op mijn sterker zat, ook. En daarbovenheen mijn eerste distortion pedaal. Dus ik ben gewoon gewend daaraan. Maar goed, dit is wat er dus gebeurt. Het is amp. En daarbij het enige pedaal wat altijd aanstaat, dat is gewoon een Boss Blues Driver. Oh ja. En dan hebben we dit. Dus het voordeel hiervan is veel... Het soort gain wat je hebt als je rechtstreeks in een amp gaat, heeft mist vaak voor mij een bepaald soort articulatie. Het kan mooi zingen, het kan prachtig zijn, het kan super dikke, geweldige toon zijn. Maar het heeft vaak niet... Je kan dat wel krijgen, maar... in ieder geval de combinatie deze gitaar een bepaald soort basis wat deze Blackstar echt wel heeft. En die Blues Driver, dat is eigenlijk mijn sound. That's it. En dit is een heel pedalenbord, maar het meeste staat gewoon af en toe heel even aan. Precies. Dat is het. Laten we hem even doorlopen. Ja. Dit is een volumepedaal, die staat niet aan, maar dat is alles wat het is. Het is een Dunlop. Stemapparaat is obvious. Ja. Octavus van Fulltone. Octavus. Dus dat combo is voorbij. Maar met name op stukjes die ik meer bij opnames dan dat ik dat live op dit moment de plek voor heb. Maar dat gaat ongetwijfeld gebeuren. Phase 90 van MXR. Iedereen wel bekend ook. Ja. En dit is een heel goed voorbeeld van hoe dit niet klinkt op een clean amp, voor mijn gevoel. Mm-hmm. Het is hoe die nu wringt en onderdeel wordt van de sound. Ja, hij zit... Gebeurt niet. Het klinkt meer als outboard gear als je een clean amp hebt, voor mijn gevoel. En veel mensen kiezen daarvoor. Hetzelfde met je wah. Je krijgt niet een voodoo wah, voor mijn gevoel. Hij moet een soort vechten met de rest van de signalen. En dat kun je ook doen met een clean amp. Maar dan moet je allerlei andere volgordes maken met je pedalen. Ja, ik denk dat wat mensen die natuurlijk clean... En ik ga zelf regelmatig clean, zeg maar, over het algemeen wel in. Klein randje ook. Ja. Maar ik heb dan eigenlijk altijd gewoon die tube screamer en een booster. Ja. En dan weet je wel... maar die tube screamer staat altijd aan. Precies. Dus dan heb je al eigenlijk waar we het nu over hebben. Inderdaad. Dus maar dan komt het vanuit je tube screamer. Precies. En zeker bij een phaser merk je dat je krijgt gewoon niet dit. Weet je wel? Ik weet niet welke noot waar. Rock'n'roll animal. Ja. Of weet je wel?
Ja, gewoon een heel specifiek effect. Of juist, ja, net zoals de early Van Halen, hetzelfde verhaal. Die, dat soort, Gebruik je dit vaak meer tijdens live dingen? Of is het toch studio? Allebei wel. Maar het is wel een van de meest gebruikte modulatie-effecten die ik gebruik. Ook, en ik denk wat ik er leuk aan vind, is dat het haalt... Je sound blijft gedetailleerd. Kijk, ik heb ook deze vibe. Bijvoorbeeld. Ja, deze is wateriger of zo. Ja. Dus het is... heel sfeervol en heel gaaf. Maar die phaser die blijft heel gearticuleerd. Ja, 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 ja. En deze, hoe heet het, die MXR Carbon Copy, die staat nu niet aan. Maar die gebruik ik meestal voor een goede slapback bijvoorbeeld. Ja. Het klinkt heel warm, heel goed. En doet ook niks met je signaal. Dat doet... Natuurlijk sowieso niet in je effectloop, maar... Want je hebt al je modulatie via de send en return. Nee. Ik heb alleen de delay via de send en return. Ja, alles is tussen de gitaar en de amp. Oké. Alleen de delay. En die equalizer die hier staat, die gebruik ik niet als equalizer. Die gebruik ik puur als level. En die zit wel tussen in de effectloop. Dus ik heb gewoon exact hetzelfde geluid, maar ik gebruik de level knop om daarmee exact hetzelfde geluid harder te zetten. Dus de Telecaster, als je die pakt, bedoel je? Of nee? Gewoon zodat ik mijn lead signaal heb. Dus in plaats van... er zijn weinig amps. Volgens mij, ik weet niet of er überhaupt amps zijn... waar je twee identieke kanalen hebt. Oh, dat is een goeie. Dus ik had al zoiets. Ik heb mijn geluid al. Ik wil dit alleen harder. Want we gaan solo spelen. Ja. Dus dat is het hele punt. Dus dat was de overweging. Dat ik vind het altijd zo jammer als mensen... waanzinnig geluid hebben en het meest waanzinnig pedalen. En dan is er tijd voor de solo. En waar is die? Waar is die? En ja. dat zie je toch heel vaak nog steeds. Mm. Dus ik dacht, ik probeer dat en dat werkt eigenlijk perfect. Kijk, dus pro tip. Ja. Gewoon een EQ ervoor. Dus het is hetzelfde. Dit dacht ik. Hetzelfde sound, alleen harder. Ja, dat is toch vaak wat gitaristen doen, hè? Ja. Dan komt de solo en dan komt er in één keer een heel ander geluid. Ja, precies. En why? En ja. Dus dat is... en de delay uiteraard. Maar ja, gewoon die classic. Ja, dit denk ik, het is wel interessant hoe vaak deze nog steeds bij iedereen voorkomt. Dat ding is echt, nou ja, volgens mij was het begin 2000 of zo dat hij een beetje kwam. En volgens mij heeft die Edge ook nog steeds 12 of zo. Heeft ze hem opgekocht. Maar je ziet hem ook bij echt vintage liefhebbers zoals Joe Perry of zo, weet je wel. Het is gewoon een digital delay. Maar die zitten altijd tussen, wat voor rig die ook heeft. Ze hebben altijd een van deze erbij. Als ik heb die Electric Mistress van MXR er tussen zitten. Het zou helemaal leuk zijn als ik hem goed in had gestoken. Niet dat het daar chorus was. Nee. Want eigenlijk zit er veel minder op dan je denkt. Volgens mij is alleen de galm gemoduleerd. Oh, waardoor je denkt dat het zo'n chorus is. Maar in dit geval... die doet het... Maar dat is toch wel duidelijk het verschil tussen een phaser en een chorus. Dat hoor je bij deze wel... Absoluut, ja. Maar veel dingen bij de Police waarvan je denkt dat het chorus is... is flanger juist. Dus het is meer dat als je flanger zo instelt dat het klinkt als een chorus, dan kom je nog dichter in de buurt. Ja, dus dat is een beetje het ding. En die flanger die daar staat, die gebruik ik eigenlijk alleen voor... Die paarse? Ja, die paarse als... ik heb hem ingesteld op vliegtuigchorus. Als in, weet je, de Prince
Oh, ja. De Prince Flanger, zeg maar. Die... Ja, dat. Maar je zit er nu even niet tussen. Maar... Nee. Dus alleen voor die momenten, zeg maar. Te gek. Dus ja, dat is het eigenlijk een beetje. Zijn er nog pedaaltjes die je op je... wenslijstje hebt staan? Ja, absoluut. Er is één... ik ben even vergeten welk merk het heeft uitgebracht. Maar de wet, dry, wet... Wet, wet, dry setting van Eddie Van Halen. En hoe hij die harmonizer daarvoor heeft afgesteld, dat schijnt in nu heel vrij cheap in een pedaaltje te zitten. Okay. Dus dat vind ik gelijk interessant. Je ziet meer dat de rol van een instrument door de jaren heen verandert. Yeah. Het wordt allemaal... Ja, er zijn gewoon meer specifieke rollen. Ja, dus je hebt de Instagram-gitaristen waarvan je bij wijze van spreken hun hoofd niet eens ziet, alleen maar de gitaarhanden. En 200% gitaargericht. Ik zelf klik daar niet snel op. Dat boeit me gewoon niet heel erg. Nee. Weet je wel, ik wacht liever op de nieuwe plaats van Todd Rundgren dan dat ik iemand dat zie doen, bij wijze van spreken. Komt dat misschien ook omdat je dat zelf ook al uitgespeeld hebt? Ik denk het wel. Maar hoeveel gitaar ik ook speel, en dat doe ik elke dag, ik zie het nog steeds als iets wat in een interessante context moet staan. Het is een gitaarplaat die klinkt als een gitaarplaat, daar kan ik niet naar luisteren. Weet je, dan is de productie niet interessant genoeg. De songs dienen uitsluitend om als vehikel voor het gitaarwerk. Ja. Het moet allemaal goed zijn. Het is gewoon, ik denk dat mijn favoriete artiest überhaupt is waarschijnlijk, wat ik net zeg, Todd Rundgren. Je hebt een multi-instrumentalist, geniaal songschrijver. Dat zijn gewoon betere teksten, betere akkoorden. Het zijn ook het soort akkoorden wat ik harmonisch heel interessant vind. Dat zijn echt van die... Weet je wel, zeg maar Hall & Oates met meer brain power, zeg maar. Ja, ja. En dan hebben we het niet over de rapper. Ja, dit is gewoon... dus dat. Bijna meer piano op de Ja, gitaar. Ook wel. Qua zeker. Inversions. Qua inversions, het klinkt ingewikkelder dan het is. Want het zijn over het algemeen redelijk normale drieklanken met andere onverwachte basnoten. En dan, maar wel ook heel veel van dit soort... Maar dat zit dan meer in synthpartijen en in de koortjes. En het is allemaal zo slim en goed. Hmm. En dus dat vind ik heel interessant. Dus dat is mijn grootste. En ik zing ook. Dus het is voor mij allemaal interessant. Dus ja. het moet altijd onderdeel zijn van het geheel. Dat, ja. Maar dan wel met echt spectaculair gitaarwerk. Als er nou gitaarwerk in zit. Exact. En dat komt en dat zit er altijd in. Want waarom zou je elke liedje alleen maar naar zang moeten luisteren? Er is altijd ruimte voor gitaar, weet je wel. Dus, dat vind ik altijd zo interessant aan Jeff Beck in elke context. Hij klinkt altijd als Jeff Beck. En weet je wel, als hij speelt met de White Stripes... of de solo in Private Dancer van Tina Turner. Weet je, het past overal. Je hoort het gelijk dat hij je hoort het is. Onmiddellijk. Nee, maar hij kan overal. Exact. Kom overal. Ja, nee, ja. Dat is het hele ding. Ja, dus... Ja, wat ik bedoel eigenlijk daarmee is, gitaar is ultra belangrijk. Maar het is nog steeds een onderdeel van het geheel. En mensen bestaan die twee dingen niet echt naast elkaar. Zoals van, ja, ik doe dit, dus ik ben niet zo gitaargericht, dus het is meer een stuk gereedschap. Nee, voor mij is het altijd van... Weet je wel, het moet een uber plaat zijn met uber gitaarwerk. Precies, ja, maar eigenlijk moet gewoon alles on point zijn, toch? Exact, ja, absoluut. Alles ja. moet het beste... Dus ik word altijd een beetje opstandig van nee, ik doe dat niet, want het is meer een stuk... weet je wel, het moet... Maar goed, alle clichés, zeg maar. Het moet allemaal goed. Het moet allemaal goed. Ja. Dat is een mooie. Een mooie om door te gaan naar het Dijkmans Dilemma. Ja. Ja, je wordt verbannen naar een onbewoond eiland. Oh, jee. Want je bent gecanceld. Ja. Wat heb ik gedaan? En het gekke is, het is heel apart. Het komt door een rare persoonswisseling. Ze denken namelijk dat jij Christian Horner bent. De teambaas van Red Bull.
Ja, okay. Die heeft op dit moment een heel grappig... Jij volgt geen Formule 1, blijkt. Nee, maakt verder niet uit. Maar die, ja, jullie lijken ook niet eens op elkaar. Maar nee, er is niks meer aan te doen. Het kwaad is geschied. Je neemt afscheid van je familie in het holst van de nacht. Maar gelukkig zijn daar de vrienden van Dijkmans Muziek in Breda. Die hebben hun kaarsje laten branden en laten je snel binnen in de winkel. Zodat je nog snel een gitaarzettenwaarde van €1250 kan uitzoeken. Die je mee mag nemen naar het onbewoonde eiland. Alleen ja, het moet snel. Want ze zitten achter je aan. Je hebt 5 minuten en deze iPad. Ben je er klaar voor? Ik. Kan je eruit klaar voor zijn? Ik kan je eruit klaar voor zijn, precies. Daar gaat hij. Ik heb hem even op de salepagina gezet. All right. Ja, nu vraagt het dus aan iemand die altijd op dezelfde gitaar speelt. En nu moet ik ineens een andere gitaar uitzoeken. Ja, voelt toch een beetje vreemd gaan? Best wel, ja. Even kijken. Tweede pagina. Ik neem dit heel serieus. Ja, dat mag. Je hebt wel 5 minuten. Maar... oh, lord. En de niet-sale pagina's, is dat... Daar mag je ook gewoon kijken. Je mag overal kijken. Oké. Okay. €1250 heb je. €1250. Oké. Het is echt heel erg dit. Ja. Hoeveel tijd heb ik nog? Je hebt nog, even kijken. 3 minuten. Hop. Ik doe dit niet goed. Ik zie al dat ik me moet houden aan de sale. Want ja, anders escaleert het helemaal uit de klauwen. Absoluut. Ja, big sale. Oké, okay, nou. Dan, ja, oké. Okay. Moet ik hem met... Ja, dan kan je hem in het winkelmandje doen. In het winkelmandje, oké. Okay. Ik doe dit uitsluitend omdat ik... Wat heb je gekozen? Ik heb nu die Sire Larry Carlton gekozen, omdat hij... nou ja, dit heeft... Ja. amps. Je kan ook eventueel sorteren op prijs. Hoeveel was deze amp eigenlijk? Die Blackstar? Oeh. Ja, ik heb hem gekregen. Blackstar, best een aardig empje. Ja. Nou, als ik die tegenkom, wil ik die. Zo even, om mee te nemen. 6,85. Ah, oké. Okay. Ik ga nu heel snel. Ja, en deze doe ik. De orange. Ja, orange. Hoeveel heb je dan in totaal? Dan heb ik nu 768. Oeh, dan kan je nog... Dan ga ik heel veel pedalen, kopen. Ja. Welke is dat? Blues Driver. De Blues Driver. Uiteraard. Oké. Ik heb gewoon geld over. Dat is niet helemaal. Dat moet niet kunnen. Dan kunnen we ook met z'n allen eten. Ja, dan gaan we dat gewoon doen. Nou ja, de rest is snaren en plek daar natuurlijk. Ja, dus dit is hem. Dit is hem. En een adapter ervoor. Dit is een mooi setje. Ja. De Sire Larry Carlton. Ja, dat is wel mooi, want ik weet niet of het nou deze was, maar de vorige gast... B.J. Baartmans, die had ook een Sire gekozen. Ja. Dus dat is mooi. Je maakt dus kans. Reageer hieronder met... ja, ik wil die set van Marcel. En na een jaar, na 12 afleveringen waarin we dit spel spelen... ga ik samen met de vrienden van Dijkmans door al die inzendingen heen. En dan wordt er uiteindelijk 1 set gekozen en 1 winnaar. Dus hey, weet wat je te doen staat. Stel, je loopt over straat. Je komt jezelf tegen... Maar dan, nou ja, de versie van toen hij 13 was. Ja. Wat is nou de ultieme tip die je jezelf zou geven? Dat is om te beginnen... Oké, aan de ene kant zou ik niks willen veranderen... omdat ik blij ben waar ik nu ben. In elk opzicht, in mijn leven. Dus dat is één. Maar puur hypothetisch, als ik het zou zien als iemand... die ik ook les zou geven bijvoorbeeld... Mm-hmm. Dan zou ik, hoeveel gitaar ik ook speelde toen ik 13 was, ik zou toch een bepaald soort discipline en focus willen proberen over te brengen. Juist om dingen af te maken. Ik had mijn ideeën en mijn creativiteit en mijn techniek en al die dingen, die bleven snel vooruit gaan. Maar om dingen echt gewoon minder rommelig te maken, of zo. Niet dat ik rommelig speelde, maar... Zeker met opnames, meer aandacht aan... Oké, wat voor sound wil je nou echt? Timing, pocket, dat soort dingen. Het soort dingen dat de meeste mensen later pas leren. Precies. Of het soort dingen dat meer...
Ja, ik zou me daar op richten. Ja. Wat je nog sneller waarschijnlijk naar de kern had. Ja, en vooral wat ik zou proberen over te brengen is om veel meer vertrouwen te hebben in... Ik had absoluut vertrouwen in mijn eigen talent. Dat heb ik altijd al gehad. Maar niet zozeer in mijn vermogen om, zeker toen ik jong was, dat de songs die ik schreef of een visie voor een eigen band. Ik zou proberen heel erg over te brengen dat ik daar... Dat zou probeer dat te stimuleren. Ja. Dus dat mijn ideeën wel, dat niet organisatorisch van andere mensen afhing. En dat gewoon meer together. Ja. Meer focus op dingen afmaken. Dus niet alleen maar, oké, ik ben nu sneller dan vorige week. Nee. en daar is niks mis mee, want ik zie die ontwikkeling. En dat is allemaal heel goed geweest. Alleen gewoon, niet alleen maar in band zitten waar je voor gevraagd werd, maar gewoon neem nu een keer zelf serieus. Je eigen koers. Je eigen koers. Ja. Ja. Maar ja, tegelijkertijd, ik ben pas een beetje blij met mijn eigen spel vanaf, naar die plaat waar je net over hebt, vanaf Futureproof. En die is 2015? Die is 2015 en anderhalf jaar daarvoor klaar. Maar alles wat ik heb uitgebracht vanaf dat moment, daar sta ik ook echt achter. Ja. Dus als ik daarvoor bekend zou zijn geworden, dan was ik waarschijnlijk niet blij met mijn spel geweest. Nee. Dus het is alles, everything happens for a reason, zeg maar. Ja. Dus het is mooi om je af te sluiten. Dankjewel, ja. Marcel.